Ik ben bestolen. Ik ben gewoon zonder overleg bestolen. Dan is het al echt een vlot geworden. Ik vind het oprecht zo leuk. Maar kijk het verschil. Oh, magnifiek dit pad, jongens. Echt waar. Hoe. Mijn sugarcane is ook helemaal gegroeid. Ja, hier word ik een hele vrolijke jongen van. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Content Veen. Zonder levels, zonder armor. We zijn helemaal naakt. En ook zonder waardigheid. Er staan hier allemaal botjes. Groetjes, Ippie en Jordi. Plant deze niet... Huh? Makkes, wij hebben van jou een mushroom gestolen en we realiseerden ons... Auw! Ik heb een zwaard nodig. Hey, ik heb nog een beetje ijzer armor. Oh, dit is oprecht wel nice. Kan natuurlijk gewoon nog... Oh, hij is al dood. Makkes, we hebben van jou een mushroom gestolen en we realiseerden ons dat we er toch voor wilden betalen. Maar jij was er niet. Kom naar ons... Stop nou eens! Ik ben gewoon aan het lezen. Kom naar ons land en u zult een betaling ontvangen. We hadden hem echt nodig. We planten deze niet voort. Groetjes, Ippie en Judy. Ik ben bestolen! Ik ben gewoon zonder overleg bestolen. Dit was niet de afspraak, jongens. Maar dan moet ik helemaal naar hun land toe. Oh, ik kom er alleen aan als ze net een portal hebben. Anders ga ik echt niet varen. Laten we eerst even weer een vol iron setje maken. Met ijzeren tools. En dan vind ik het mooi om die kant op te gaan. We hakken zoals gewoonlijk eerst weer even wat meloenen. En daarna gaan we onze sugarcane ook even hakken. Ik wil zo graag gewoon even mijn spullen enchanten. We hebben er 30, dus als we terugkomen, gaan we dit even groter maken. Wow, de portal naar Anne en zo, die hebben hier allemaal gewoon al een minecart systeem. Oh, dat vind ik echt heel lijp. Ik moet namelijk nu naar Ido en Jordi toe. En die zeggen dat ze halverwege de tunnel van Anne ergens naar rechts hun gang hebben. Oh, kijk. Hier. Dag, karretje. Ik denk dat het hier is. Hallo? Om een... Hallo? Nee! Hey, dieven. Hey. Stel dat je dieven. Yeah. Je komen gewoon mijn... Waar hebben jullie hem voor gebruikt? Die paddenstoel of die paddenstoel? Loop maar mee. Follow me. We moesten zo'n ding gebruiken voor een potion of weakness. Oh mijn god. Ja, ik wil betaling. Maar ook gewoon extra, omdat jullie het niet gevraagd hebben. Ja, hey. Nee! Ja, ja, ja. Wat heb ik gedaan trouwens? Extra! Hey. Jullie stelen! Nee. Zonder overleg! Hallo. Mijn regio! Hallo! Dit is min geld. Je mag hem hebben ook. Hier. Die strip dat ding ook. Nee! Je moet het ook niet strippen. Dit is ook min geld. Voor bedoelspullen. Hé, maar Max. Kijk, ja. Wat er dus gebeurde. Ik heb jou telefonisch proberen te bereiken op de klantenservice van jouw winkel. Maar die nam niet op. Ik heb nog geen winkel. Ik ben bestolen gewoon. Misschien. Ja, maar ik... Je reageert gewoon nergens op. Ik was bezig. Wat krijg ik jullie? Waar gaan jullie mee betalen? Ja, wat wil je hebben? Wat even had je normaal voor één mushroom? Eén mushroom. Wat is één mushroom waard? Kijk, ik zat persoonlijk te denken aan een stack diamonds, maar... Eén van jullie splash potion of weakness. En een golden apple. Zodat ik zelf ook eentje kan turnen wanneer nodig. Ja. Hallo, golden apples heb je genoeg. Helemaal niet. Ik wil ook een golden apple erbij. Jullie hebben met mijn mushroom hebben jullie dat mogelijk kunnen maken. Oké. Ik bedoel, wij zijn toch rijk. Dankjewel, Jordi. Jordi, sorry. Ik zag het bordje. Jordi. Is one? En een goudappeltje, ja. Wij hebben een enchant goud. Waar ligt nog meer troep? Hier, alsjeblieft. Ik heb er nog één. Oh, je hebt er nog één. Oké, nou, dankjewel, jongens. Kijk wat we hebben. En godapp, hoe komen jullie eraan? Gevonden bij... God. Nee, wij zijn gewoon grinders. Ja, ik wou net zeggen. Oké, niet fijn zaken met jullie te doen. We keren terug in mijn eigen kingdom. Ook al is het letterlijk nog maar een poort en gewoon een lege ruimte. Maar we hebben wel nu gewoon een emergency golden apple met een emergency splash potion of weakness. Dus stel, wij komen nu een zombie villager tegen. Kunnen we die gewoon turnen naar een normale villager? Dan ga ik nu even kijken of ik dit kan verlengen hier gewoon. Dat waterstukje met die sugarcanes. En dan ga ik daarna even op zoek naar de jungle biome. Om even te kunnen overleggen of ik daar mogelijk een mooie deal kan sluiten om best wel veel leer bij elkaar te rapen. Want ik heb best wel die boeken, die heb ik echt hard nodig. Zo, dan is alle sugarcane geplant. We hebben gelijk 39 papiertjes gemaakt. Ik wilde naar de jungle. Bij, maar er is op het moment niemand met veel leer online. Dus daar moeten we heel even geduld mee hebben. Maar dan kunnen we vast verder met ons volgende puntje op de agenda. En dat puntje op de agenda is namelijk een winkel bouwen. Ik wilde deze keer ook lekker vroeg bij zijn. Niemand hier in deze server kan Dark Oak krijgen zonder het eerst via mij te hebben. Oftewel, als ik het nou ga verkopen samen met mushrooms. Dus ik twijfel of ik... Ik denk dat ik twee verschillende winkels maak. Of ik kan het ook in één winkeltje doen. En ik had wel een heel leuk idee daarvoor. Dan gaan we richting het winkeleiland. En dan ga ik het jullie helemaal van top tot teen uitleggen. Hey, er is volgens mij een ingangetje gemaakt hier. Naar beneden. Alright, wat is hier? Oh,
en dan komen we hieruit. Ah, kijk jongens, er is al echt veel progressie gemaakt. De eerste winkel is zelfs al af. En dat is namelijk deze mega jungleboom die gewoon helemaal... Het is echt insane, ik vind het echt heel mooi. Aangekomen op het winkeleiland dus. Prachtige winkeltjes met veel eten en andere dingen. Hier ook wordt hout verkocht. En ik dacht nou, ik ga al dit hout verkopen, weet je. Wat nou als ik gewoon een vlotje hier maak in plaats van een hele boot? Ik dacht eerst aan om een schip te maken, maar dat gaat zoveel werk zijn. Ik wil gewoon leuk een vlotje bouwen die drijft. En het vlotje kan ik altijd uitbreiden. Dus laten we naar beneden springen. Dan hebben we wel een starterspunt nodig. En dat had ik eigenlijk... Oh, wacht, ik heb dirt bij me. Gaan we met dirt even omhoog bouwen. Althans, even eerst een mooi plekje zoeken. Ik denk legit dat hier gewoon... Dat dit al een mooi plekje is voor mijn vlot. Ja, ik ga hier gewoon een vlot bouwen. En van welk hout kunnen we dat nou beter doen dan van het hout wat we daadwerkelijk verkopen? Daarna erin zien moet ik wel ook andere dingen gebruiken. Zoals barrels. Ik had even opgezocht gewoon... Hoe ziet de vlot er nou uit eigenlijk? En meestal zijn het tonnen. Ingewikkeld met touwen. En dan een soort plank ertussen. Dus ik wil dat eigenlijk met slaps doen en deze traptors. Maar ik vind deze traptors nou niet echt heel mooi. En spruce traptors wel. Dus dan moet ik toch helaas naar Kingdom Forden zijn winkeltje. Nou, aangekomen bij de winkel. Winkel van Kingdom Forden. Wat verkopen ze als het goed is? Ja, spruce wood. 1 diamond per 64 stack. Of per stack. 1 diamond per stack? Ik heb weinig diamonds, maar ik heb het wel nodig. Weet je, ik koop 1 enkele stack. En dan krijgen ze een tegoedbonnetje van me. A few moments later. We zijn nog goed op weg met het vlot. Ik heb aan Bram gevraagd als hij deze kant op komt of hij even wat kool voor me mee kon nemen. Anders moest ik weer heen en weer gaan. Heb ik echt geen zin in. Nou, het simpele platform is zo af. Dus ik kan alles wat in het water ligt hier, kan ik al... Oh mijn god, hoe? Alweer op het land stoppen gewoon. Of althans, op de raft. Dan komen hier allemaal kampvuurtjes op, denk ik. Want dan is hij gewoon wat hoger. Hij is nu namelijk echt gewoon precies in het water. En dat vind ik een beetje te plat. Van de onderkant vind ik hem wel heel leuk. Hij heeft meerdere dieptes en meerdere lagen en zo eraan. Ja, dat ziet er goed uit, jongens. Ik ben alvast wat dingetjes erop aan het plaatsen. Vet random en zo. En uiteindelijk wil ik wel de kisten daadwerkelijk als shopplekjes hebben. Maar ik twijfel of ik die hoger wil zetten. Dat is echt opvallen. Ik denk dat ik tot nu toe namelijk maar 2 kisten nodig heb. Spruishout en paddenstoelen. Meer niet. Althans misschien 3 dat ik de paddenstoelen wel los van elkaar doe. Wil jij nou dat ik ook nog een tweede winkeltje erbij ga maken met iets anders heel bijzonders? Like dan zeker even deze video. Dan gaan we voor 4000 likes. En bij 4000 likes zal ik een nieuwe winkel openen. Een tweede. Hey, daar hebben we Bram. Hey, jongeman. Hey. Hey, goede roleplayer. Welkom op mijn vlot. Ja, ik zie het. Interessant. Ik heb kool nodig. En ik had een leuk idee. Je krijgt een stack kool van jou, hè? Ja. Je krijgt uiteindelijk op lange termijn 2 stack terug. Dat is je deal. Nee. Zo hoezo niet? Ik wil eerst een diamond. Die heb ik niet. Anders, als ik een diamond had, kon ik net zo goed naar huis gaan en gelijk kool meenemen. Het is dat ik het wel heb, maar ik had gewoon geen zin om helemaal naar huis te gaan. Ik denk, als jij hier toch komt, dan krijg je 2 stack kool terug. Dat is gewoon rente. Je krijgt gewoon 50% of je krijgt 100% rente. Hebben we een deal? En wat voor lang termijn praten we dan? Morgen. Morgen? Morgen heb je 2 stack kool. Optimistisch. Ik vind het goed. Deal. Ik denk dat we legit net aan genoeg gaan hebben aan alle kampvuurtjes die ik van Bram heb gekregen. Althans, van al het kool. Ik heb er zelf kampvuurtjes van gemaakt natuurlijk. Maar ik denk dat het legit genoeg is. We hebben er namelijk nog 23. En als ik zo doe... Ja, hier hebben we zeker genoeg aan. Ploppen we de laatste even hier. Kijk! Dan is het al echt een vlot geworden. Ik vind het oprecht zo leuk. Mijn kleine vlotje. Shoutout trouwens naar Grian van Hermit Crafted. Day komt ook een beetje van hem. Dan doen we er wel nog absoluut signs aan. Aan de zijkant zo. Om hem een beetje af te sluiten netjes. Maar dan niet op elk blokje. Ik heb niet voor niks dingen zoals dit aan de zijkant gedaan. Want dan hoef ik niet helemaal met signs te gaan werken. Lanterns ben ik helaas vergeten. Dus die moeten we sowieso zo meteen even ophalen. Laten we nu gewoon nog even wat details er naartoe. Gewoon wat spulletjes neerzetten. Zoals dit. Waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Alright, dat is ook weer gedaan. Er is echt van alles gebeurt. Ik heb gewoon een leuk lantaarnpaaltje, een furnace, wat kisten hier. En gelijk al heel veel dark oak erin gedaan. Ik heb hier rechts onderin mijn kist waar ik dark oak neerleg. Althans, nou, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ik moet even een kistje neerleggen waar ik gewoon spullen in kan doen. Nu moet ik eigenlijk een anvil maken en een prijs bedenken. Maar voor nu zal ik gewoon even een sign er tegenaan zetten. Wat zegt 1 diamond is 2 stacks hout. Mijn prijzen zijn goedkoper dan hun prijzen. Lekker voor je Kingdom Forden. Oké, de vliegende size aan de zijkant zeggen genoeg. En Maurits is gewoon een good guy. En die heeft gelijk, omdat ik aan het klagen was, een hele weg naar beneden en naar boven gemaakt. Dat was naar beneden kan je gewoon springen, maar naar boven kan je gewoon met een waterlift. Nou, hoe leuk is dat? Nu moet ik eigenlijk hier even lilypads hebben, dus dan moet ik, als het goed is, naar of de jungle ook gaan, want die hebben ook een zwamp namelijk in bezit, of wederom Kingdom Forden. Want ik wil lilypads hebben, dan kan ik even sprong, hoef je niet meer te zwemmen. Hey, een white banner, besef ik, die heb ik nu even gemaakt, maar dat kan ook nog gewoon leuk zijn, toch?
Hier. Ja, dat is gewoon nog leuk, een white banner erop. Oh nee, ik heb helemaal geen lily pads nodig. Wat doe ik nou stom? Ik heb natuurlijk drijfout, wat ik de hele tijd zeg. Dan moet ik ook gewoon drijfout gaan maken. Een beetje sprongetjes zoals dit. Ja, dat is leuk. Nou, dat is ook simpel gedaan. Gewoon lekker een drijfoutpad zo. Misschien dat ik wel wat lily pads erbij kan leggen. Maar het is nu past hij wel wat meer bij die raft als het ware. Dat er allemaal gewoon hout is gaan drijven en weet ik wat allemaal gaan doen. En dan kom je zo ook gelijk op de raft terecht. Ja, de verkoop is gestart. Ik denk dat we een reclamebordje boven moeten maken. Ergens bij de cliff, zodat mensen weten dat er nieuwe dingen verkocht worden. Hier ga ik mijn mushrooms in leggen, maar ik heb volgens mij nog helemaal geen mushrooms. Maar dat is niet erg, want we hebben gewoon een eigen winkel geopend. Hoppakee. Oh, dit is zo top. Gewoon een waterlift. Oh, gaat ook hoog echt. En dan hoppakee, dan kom je hier uit en dan kan je van boven kunnen we het zien. Ja, dat vind ik leuk. Het is wel een beetje vierkant. Mijn raft is letterlijk gewoon een vierkant blokje. Maar dat is meestal met een raft volgens mij, toch? Dat die vierkant is. Laat ik nu eens eventjes dit pad naar het dorpje daar. Althans, het afgebrande dorpje. Laat ik dat even afmaken. Althans, ik kan beter zeggen gewoon maken. Niet eens afmaken, want ik ben er officieel nog niet echt aan begonnen. Ik wil wel iets meer details, merk ik nog, dan dit. Want ik kan het niet hierbij laten. Niet bij simpel dirt, coarse dirt en... Hoe heet het ook alweer? Ik ben vergeten hoe dit blok heet. Maar ik kan het daar niet bij laten. Ik wil er iets meer details aan toevoegen. Dus ik ga nu wat hout hakken hier, zodat ik een beetje de weg vrij maak voor mezelf. En dan kijken waar ik helemaal heen moet. Daar moet ik helemaal heen. Oké, nee, dit gaat goed komen. Heb ik trouwens gelijk weer hout om te verkopen in mijn winkeltje? Ja, ja. Allemaal multifunctioneel bezig zijn. Maar ik wil ook weer niet te veel bomen weghalen. Want het is wel heel mooi als je een beetje overkapt bent tijdens het lopen. Dus wat ik zelfs ga doen, is wat extra leaves plaatsen hier. Zodat het nog steeds een beetje overkapt voelt als je hier bent, weet je? Kijk, dit zoals... Ja, oh, dat is mooi. Kijk, daar kan je perfect tussendoor. Ik zat er ook aan te denken om mossy cobblestone ertussen te doen. Dat ik dat niet tussen mijn bult doe, maar wel hier tussen. Ja! Hele goede keuze. Instant al gewoon blij mee. Met het ene blokje kan zo een verschil maken. En heel misschien zelfs wat hout. Zoals dit. Ik denk dat dat serieus ook wel echt heel lijp kan zijn. Als er een beetje hout door het pad zit. Het pad zelf is nu gecreëerd. Het is nog niet echt hier een heel stabiel pad. Maar voor de rest is het gewoon een clean pad, vind ik. Ik moet hem nu nog heel even de details erin gaan toevoegen. Wat ik al zei. Maar ik dacht, is het wel handig om de route te creëren. Voordat ik helemaal met details ga werken. Want ik wil natuurlijk een beetje deze stijl hebben. Oftewel, dat wordt lekker. Veel random blokken ertussen voegen. En natuurlijk, dat hou ik van, leaves aan de zijkant van het pad. Oh, dat is altijd verplicht. Gewoon bosjes plaatsen. Dat maakt alles al zoveel beter. En fences. Alright, het pad is helemaal klaar. Ik ben er oprecht best wel tevreden mee. Ik vind het een leuke pad dan dat ik in seizoen 1 had. Want ik heb gewoon... Ik heb het iets simpeler gehouden voor mijn gevoel. Maar ik heb gewoon heel veel leuke bochtjes erin gedaan. Leuke fences aan de zijkant. Wat leaves erop en eraan. Wat hangende lanterns erbij. Bloemetjes nog niet. En ik denk dat ik eigenlijk ook nog wat gras eromheen wil doen. Maar dat moet ik dan boommielen. Dat laten we ook gelijk doen. Ik heb hier een leuk een kampvuurplekje gedaan. Waar je lekker kan kamperen hier met je matties. En dan tot het punt hier. En dan hier heb ik maar niet verder gedaan. Omdat ik niet eens ben met de steile trap van dit. Maar ja, dit is natuurlijk nog het hele gebied dat afgebrand is. En dan moeten we nog steeds gewoon eventjes iets aan doen. Althans, daar moet Reno iets aan doen. Nou, ik ben er erg tevreden mee met de pad dat we nu hebben. Ik denk dat ik, wat ik net al zei, alleen nog even ga boommielen. Een beetje aan de zijkant. Zodat er ook wat gras omheen is. Want het is nu een beetje kaal als je hier om je heen kijkt. Dat valt me nog best tegen in de dark. Ook bij hem zijn best wel veel grasprietjes. Best wel weinig, sorry. Er zijn heel weinig grasprietjes. Ik weet niet hoe je dat noemt. Grasprietjes. I don't know. Ik heb niet heel veel boommiel, maar laat ik het maar wel gewoon gebruiken. 12, om precies te zijn. Kijk, dit maakt alles toch al gewoon een stuk beter. Als je dit een beetje in je omgeving hebt. Ja, echt daadwerkelijk. Boommielen, jongens. Dat is echt de key van een mooi natuurplekje, vind ik altijd. Je hebt pas een mooi natuurplekje als je het ook mooi hebt geboommield. Ik heb nu helaas niet meer genoeg om de rest hier te doen. Maar kijk het verschil. Oh, mwah, magnifiek dit pad, jongens. Echt waar. Dat is ook helemaal niet waar, maar hè. Ik ben er echt tevreden mee. Dan kom je hier bij de ingang leuk door de poort zo. En dan, kijk wat een prachtig kingdom. Er is nog helemaal niks. Ik ga onderweg om te onderhandelen met Maurits. En ik moet 1 diamond aan Bram geven. Want die heeft hij nog te goed van me van de winkel. Nou, aangekomen bij het winkeleiland. Kijk, je hebt hier zelfs een duikplankje nu die is gemaakt. Mensen die willen echt graag naar mijn vlot. Ik ben benieuwd of er al wat gekocht is. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Want iedereen is nog een beetje arm. En wil zijn diamonds eerder gebruiken aan tools. Volgens mij ben ik een van de eerste die überhaupt ooit wat gekocht heb in deze winkel. En had ze pad. Bram, de diamond. Hij zit in de kist. En dan nu naar Maurits. Begin deze episode had ik het namelijk over leer. En ik wist dat Maurits daar leer had. Hallo? Hallo? Heb jij leer te koop? Toevallig, want ik weet dat jij echt zeg maar een ontelbaar aantal koeien hebt. Dat heb ik zeker. Ja, heb je het ook te koop voor iets of zo? Of... Ik ben alleen nog skeer, dus dat is het enige nadeel. Ik weet niet of dat erg is. Kijk. Ik heb een... Hoeveel heb je? Stack. Een stack? 37.
Wat wil je ervoor? Wat heb je ervoor? Dark Oak hout. Wil je dat? Hoeveel? Voor 1 stack, dat is dan veel meer werk dan Dark Oak. 3 stack Oak hout? Dark Oak? Yes. Ja? Oké, dan ga ik nu 3 stackjes voor je halen. Zal ik meegaan? Ja. Maar trouwens, pak maar gewoon uit mijn vlot. Je mag gewoon, dan kan ik namelijk gelijk terug. Ja, helemaal goed. Pak het maar uit mijn vlot. 3 stackjes. Fijn zaken doen! 5 stacks, toch? Ja, nee, 3! 3! Alright, nou, dat was makkelijk onder andere met Maurits. Ik heb gelijk een prachtig stackie aan ladder gekregen. Dan kunnen we instant een enchanting table maken. Of enchantment table. En mijn... Oh! Oeh! Ia! Hoehoe! Mijn sugarcane is ook helemaal gegroeid. Ja! Hier word ik een hele vrolijke jongen van. Hebben we mijn 39 hier uitgekregen? Ik dacht dat het wel veel... Oh, hier wacht. Ha! 48! Ik wou net zeggen, het was toch wel meer. Lopen we over mijn prachtig nieuwe pad terug? Ik vind het ook gewoon nu leuk. En het is voor nieuwe mensen die hier komen ook duidelijk waar mijn fort is. Dat ze niet denken van, welke kant was het ook weer op? Loop ik goed? Weet ik veel wat. En nu komen ze ook daadwerkelijk door de ingang. Uiteindelijk, ook al kan je er echt nog omheen lopen. Maar dat maakt allemaal niet uit voor nu, want ik heb 42 papier. Daar maken we even wat meer van. Ik heb... Dit is heel top, jongens. Dit is een hele goede toeje waar we ons nu in bevinden. 30 boeken. 35 boeken zelfs. Als het goed is, ja, dan kunnen we echt heel veel boekenkastjes van maken. Alright, we hebben nog 37 leer, 2 boeken en we hebben 11 boekenkasten. Dus ik denk dat we met dit 37 leer 100% genoeg gaan hebben om die enchantment table te maken. Laat ik die even dan ook in het andere kasteel dingetje bouwen? Of kan ik die hier? Zou ik die gewoon hier bouwen? Nee, ik heb een gaaf idee. Laat ik die gewoon in deze toren maken. Dat dit gewoon mijn dingenstoren is, mijn enchantment toren. Maar eerst moet ik daarvoor eventjes een ingang zien te maken. Of een doorgang eigenlijk. Ik denk dat dit serieus wel heel leuk is om te doen. Zo, met een soort dakkie erop, als het ware. Nou, hele simpele doorgang is wel leuk op dit moment zo. En als ik hier ook gewoon een open ruimte maak, daadwerkelijk, zoals dit. Oh, dit gaat leuk zijn, jongens. Bouwen we dit ook gewoon even dicht, dat het gewoon een laddertje is waar ik daadwerkelijk dicht doorheen ga. Zo. En dan bouwen we dit helemaal plat. Het is wel een beetje donker hier en ik denk dat ik deze muren ook gewoon helemaal eventjes van hout maak, zoals... Nee, dat is echt niet mooi. Weet je wat, voor nu maakt het niet uit. We doen heel even de muren dicht, zoals dit. En dan zit er een perfect... Oh, ja! Kut, deze hoek heb ik verpest. Die was niet nodig. Ah, zonde. Althans... Nee, ik krijg 3 boekjes terug. Niet zonde. Hier, dit is toch eigenlijk een perfecte hoek. En dan ga ik mijn enchantment table gelijk daar plaatsen. Ja, wat leuk! Ik hou echt van deze plek voor een enchantment table. Hier, kom hier, kreng. Je gaat gelijk mee naar boven. Hatseflats. Ik besef me nu ook, ik heb best wel veel klei hier. Als ik daar nou gewoon allemaal bricks van maak. Of ja, volgens mij kan je daar bricks van maken. En daar gewoon potjes. Dan kan ik ook leuke bloemetjes kwijt overal. Hier, dan plaatsen we een enchantment table op zijn rechtmatige... Dat is niet zijn rechtmatige plek. Plaats hem hier op zijn rechtmatige plek. De muurtjes gaan we nog wel leuk maken hier. Sowieso wil ik nog even wachten. Oh, trouwens, ik heb nog Dark Oak logs. Ik kan gewoon zeggen, laten we dit eventjes helemaal zoals dit doen. Strippen. Hier ook de logs indouwen. Ook strippen. Althans, ik weet niet. Misschien was... Nou, strippen is zo mooi trouwens. Ik denk dat ik gewoon nog eventjes dan moet wachten met algemeen veel details in deze kamer toevoegen. Voor nu is dit helemaal prima. Dit show mijn table staat. Nu moet ik gewoon wachten tot de sugarcane daar bij mijn afgebrande stukje forest daar verder groeit. Dan kunnen we dit ook afmaken. Ja, er is progressie gaande, jongens. Laat ik het dak daar even dichtmaken. Ziet er ook zo onverzorgd uit als het dak in één keer kapot is hier. Heb ik hier wel genoeg licht, overigens? Ja, voor nu wel, hè? Voor nou, it's good. Hé, ik heb nog 1 bookshelf. Laten we die ook hier doen. Oh, ik ga deze... Oh, misschien kan ik deze hele muur uiteindelijk van... Oh, dat ik overal een beetje boekenkasten tussenvoeg. Ja, dan kan ik helemaal met diepte gaan werken en zo. Oh, dat is lijp. En dan nu had ik in de vorige video een like al gevraagd. Ik zei 4000 likes en ik ga de mansion regelen. En ik ga de mansion aanvallen, kan ik beter zeggen. Nou ben ik deze video al eerder aan het opnemen dan dat die video online is gekomen. Dat is ook een beetje onhandig voor mij. Maar ik ga het alsnog voor jullie proberen. Ik heb mijn ijzeren armor klaar. Ik heb mijn ijzeren tools klaar. Laat ik even een schild maken en dan gewoon die kant op gaan en instant die hele mansion klaren. Ik ga waarschijnlijk dood, jongens. Ik ga 100% dood. Stel hij lukt nu niet, doe ik hem gewoon de volgende video met veel meer voorbereiding. Maar mijn planning kwam gewoon anders niet uit, jongens. Alright, we zijn aangekomen op locatie. We hebben veel te weinig goede loot bij ons om dit daadwerkelijk te doen. Maar ik wil het wel echt een poging geven om het voorzichtig een beetje te kunnen exploren. Een beetje te kunnen looten wellicht. Misschien wat guys kunnen killen. Maar ik ga nog lange na op lange na niet alles kunnen doen. Ik kan me eigenlijk helemaal heel weinig herinneren van zo'n mansion. Hoe dat ook weer gaat. Zit er nou loot in? Of moet je gewoon de guys killen? Wat kan je hier ook weer allemaal doen? Nou, laat ik wel inbreken in plaats van dat ik daadwerkelijk gewoon via de hoofdingang ga. Hé, hey, boekenkasten. Dat is nog eens even een goeie. Ah, kijk, daar zijn ze met z'n allen. Creeper. Hé, hey, grote kip. Een megakip! Wat doet een megakip hier? Oh jee. Oh! Oké, ja, tot zover de Woodland Mansion.
Weet je wat, we gaan de mensen volgende keer doen. Ik ga me beter voorbereiden. Ik ga diamond armor kweken. Ik ga mezelf enchanten. Ik ga mensen erbij halen om dit niet meer alleen te doen. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Abonneer zeker als je het leuk vond. Like ook even. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!